En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik had op Instagram gezet: vinden jullie het leuk als ik deze week mijn AliExpress shoplog doe of mijn winterjassen uitzoek? En het was bijna 50-50. Dus dacht ik, oké, dan kan ik er niet omheen. Dan doen we het gewoon allebei. Dus ik heb hier mijn 18 winterjassen hangen. Ik weet, het slaat nergens op. Het zijn er veel te veel. Ik heb echt officieel mijn allergrootste verslaving in het leven is winterjassen. Iedere winterjas die ik zie vind ik gewoon fantastisch. Maar ik ga echt proberen vandaag de helft weg te doen. Dus we gaan echt voor minimaal 9 stuks weg. En die gaan niet weg, die ga ik weggeven aan vriendinnetjes. Die niet zoveel winterjassen hebben als ik. Dus laten we gewoon beginnen bij het begin. Ik heb ze verder helemaal niet bewust opgehangen of zo. Dus we gaan er gewoon doorheen. Dit is de eerste. En deze weet ik nu al dat ik deze ga houden. Want deze is van de Zara. En deze heb ik zo immens veel aangehad. En die zal ik ook altijd veel blijven dragen. Want het is gewoon een hele prettige, zachte. Je zult heel veel nepbont hoor bij mij zien. Want daar ben ik gewoon gek op. Maar deze jas zit zo fantastisch. Dit is wel echt een diehard winterjas. Want ik had hem gisteren toevallig aan. En ik had het echt bloedheet. Ik dacht, oké, dit kan nog niet. Hier is het nog niet te koud voor. Niet koud genoeg voor. Oké, de volgende. Deze is van een Primark. En ik moet eerlijk zeggen, volgens mij is het gewoon een gigantische miskoop. Want hij was roze. En als je mijn vlogs kijkt, dan weet je, ik hou van roze. Maar ik heb hem uiteindelijk, dus echt letterlijk, misschien 2 keer aangehad. Ik vind hem toch ook wel weer schattig als ik hem aan heb. Maar ik weet gewoon, als ik de keuze heb, dan pak ik hem niet. En waar ligt dat dan aan? Misschien is die toch voor mij, zelfs voor mij, te girly. Is hij gewoon te lief en te schattig, wat ik eigenlijk helemaal niet echt ben. Oké, ik ga deze hangen bij de stapel van niet. Ja, dat ga ik doen. En mocht dan echt niemand hem willen, kan ik Martijn door eens aantrekken. Want ik ken denk ik ook geen, ik heb denk ik geen vriendinnen die zo'n roze jas leuk vinden. Maar nee, ik weet nu al, ik ga hem toch niet aantrekken. Uiteindelijk als het erop aankomt, dan kies ik hem niet. Dan hebben we hier een leren jasje van de Zara. Met aan de binnenkant een zacht bondje. Die is ook echt wel heel warm hoor. Het is wel een korter model. Dus dat is wel iets voor het fietsen. Maar ja, ik ga eigenlijk alleen maar met de auto. Maar ik kan me herinneren, ja, hij is echt heel kort. Je moet echt een high-waisted aan en dan komt je buik er niet onderuit. Nou heb ik gewoon meestal geen blote buik in de winter. Maar even dat je weet hoe kort die ongeveer is. Nou, ik zou hem niet op een leren broek aandoen. Even de kraag een beetje fatsoeneren. Ja, ik vind het toch ook wel leuk. Hij zit al, ja, het komt ook omdat het leren is. En ik heb het te weinig gedragen om het zeg maar naar mijn lichaam te vormen. Nou is het nep leren hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga naar de twijfelstapel hangen. Want ook bij deze, uiteindelijk, omdat hij dus niet heel comfy zit, hij is best wel stijf, draag ik hem, pak ik hem niet als eerste. Ja, deze is van de Zara ook. En dan hebben we de volgende. Lekker kleurtje. Ook van de Zara. Zara wordt goed vertegenwoordigd door mij. En deze heeft Teddy van binnen. Die zit ook echt heel lekker. En deze vind ik echt heel erg leuk nog. Deze vind ik vandaag ook gewoon leuk bij mijn outfit. Het is een L, dus het is eigenlijk te groot. Zit er nou geld in mijn zak? Zit er nou geld? Nee. Ik dacht echt even dat er geld in mijn zak zat. De teleurstelling. Maar in ieder geval, lekker kleurtje. Het is dus een L, maar ik werd er zo verliefd op dat ik dacht, ja, dan maar Benny. En ik ben nog steeds blij dat ik dat gedaan heb. Dan moet ik zeggen dat deze volgens mij losser leuker is dan vast. Ja, zie je? Of als je hem in ieder geval niet gelijk sloopt, lager draagt zou ik willen zeggen. Ik heb gelijk een bom tussen de rits. Ja. Zodat je dit blijft houden, maar dan is dit weer ongelijk en daar stoor ik me nu alweer aan. Dus hij is los wel daadwerkelijk leuker. Maar het is wel echt cute. Deze wil ik echt nog wel houden. Die gaat nog nergens heen.
Jammer zeg, ik dacht bijna dat ik rijk werd. De volgende, je mag 3 keer raden waar deze van is. Yep, van de Zara. En dit is een lange bontjas die ik gekocht heb als een van de eerste. Vorig jaar volgens mij, misschien zelfs het jaar daarvoor. En ja, hij is lekker lang. Ook een mooie stof. Hij heeft geen capuchon, dat is echt wel een nadeel. Ik merk dan toch als het echt koud wordt dat ik het liefst met een capuchon pak. Omdat ja, in Nederland het regent vaak genoeg. Ja, hij is echt heel weinig gedragen. Dat is gewoon zonde. Maar als ik dan kan kiezen tussen mijn bontjas, pak ik liever een ander. Dus ja, daar ga ik denk ik iemand anders een heel groot plezier mee doen. De volgende is van de Primark. En die vind ik heel leuk. Maar die heb ik heel weinig aangehad. Omdat deze zo verrekte warm is. Dat gaat helemaal nergens over. En omdat ik natuurlijk meestal in de auto rij, is het gewoon te veel. Want dan zet je de verwarming aan. En dan denk je, mag die jas uit? Dus ja, dat is een job well done. Want ik bedoel, je wil een warme winterjas maken. En dat is gelukt. En ik vind de kleur ook heel leuk. Ja. Ik ga hem wel houden. Maar dan moet het wel even gaan sneeuwen dit jaar. Kunnen we dat even afspreken? Maar het is echt ook een heel mooi ribstofje. En hij zit ook gewoon heel lekker. Hij is niet te kort. Hij is mooi tot op de billen. Dus het is echt wel, het is een goede koop geweest. Het is gewoon niet koud genoeg voor geweest. Dat is het een beetje. Oké, jongens, het staat nu 3-3. 3 die ik hou, 3 die ik wegdoe. Dus we gaan goed, we gaan goed. Volgende is weer van de Zara. En ook weer een bontjas. Maar dan een witte. Deze is denk ik al wel 2 jaar oud. En die heb ik heel veel gedragen. Alleen, een van de grootste nadelen. De armen zijn voor mij echt veel te kort. Maar daar had ik schijt aan, want ik vond hem zo leuk. Nou ja, ik heb hem ook echt veel gedragen. Maar nu heb ik gewoon een plaatsvervanger gevonden. Die ik nog veel leuker vind. Dat is dus die eerste. Deze van de Zara. Die is wel net een ander kleurtje. Lijkt het. Zie je dat? Ik vind deze kleur eigenlijk net mooier. Als ik hem toch mag kiezen. Maar die heeft capuchon. En die is gewoon lekker wasbeer, zeg maar. En dit is net. Hij is wel dik. Hij is wel warm. Maar ja, er zit ook niks in je nek, weet je wel. Deze ga ik ook weggeven. Want daar heb ik zoveel plezier van gehad. En ik denk dat Birdie deze heel leuk vindt. Dus die ga ik gewoon terughangen. Deze is echt mijn favoriet geweest. 2 jaar geleden heb ik echt vanaf het moment dat ik deze kocht iedere freaking dag gedragen. De rest van de jassen deden die niet meer toe. En daardoor vind ik hem dus niet meer leuk. Nee. Hij doet me zo denken aan die tijd en wat ik toen allemaal meegemaakt heb. Er zitten zoveel emotionele slechte, nou, slechte klinkt echt dramatisch. Maar gewoon minder leuke ervaringen en gevoelens aan. Dat ik hem niet meer ga dragen. Dus die kan ik gewoon meteen al wel weer wegdoen. Ondanks dat het een hele leuke jas. Hij is trouwens van Pull & Bear. Voor de verandering. Is ook wel eens leuk. De volgende is van de Primark. Onder het kopje Misco. Ik dacht, een zwart bontje is gewoon handig. Moet je gewoon hebben in je leven. Zeker als vrouw met 1000 bontjassen. Maar conclusie is, ik draag hem niet. En ik weet niet waarom, want het is een mooie kwaliteit. Hij glanst mooi. Je ziet echt dat hij nog nieuwer dan nieuw is bijna. 1, hij heeft geen capuchon. 2, hij is niet heel warm. Hij is wel gewoon lekker, maar echt de diehard winter overleeft hij niet. En het 5 blijft gewoon dat ik te veel warmere en net even charmantere heb. Ik denk wel dat als ik hem laat hangen, dat ik hem wel eens zou pakken. Zeg maar, omdat er gewoon outfits zijn waar op een zwarte jas gewoon in principe heel handig is. Zoals vandaag bijvoorbeeld, kan het heel goed. Maar ja, dan heb ik ook wel liever dat iemand hem echt heel veel gaat dragen. Dus dan doe ik hem toch bij niet. Dit is mijn echte favoriet. En ja, dit is precies dezelfde als de eerste. Dit is echt letterlijk dezelfde als de eerste van de Zara. Alleen dan in het bruin. Deze is wel iets meer afgedragen dan die ander. Omdat ik deze nog meer aan heb gehad. En je kunt zeg maar, als ik ze naast elkaar hou, zien dat deze nog best wel glad en mooi is. En deze heeft best wel veel regen te verduren gehad. En daardoor is het niet meer heel egaal en perfect glanzend. Misschien zou ik hem eens moeten wassen. Maar deze ga ik echt niet wegdoen. Ik vind het zo'n lekkere jas. En ik hou gewoon van het bruin. Ik heb verder ook helemaal niks bruin. Ja, dat is niet waar. Ik lieg alweer, want ik zie hier alweer een bruine.
Voor mijn gevoel had ik verder niks bij. Maar deze, ja. Ik moet zeggen, ik vind hem wel... Ik zou hem bijna opnieuw kopen, zeg maar. Als ze hem bij de Zara weer hebben dit jaar. Omdat ik hem iets wat lelijk vind geworden. Maar ik denk niet dat me dat tegenhoudt om hem te dragen. Omdat hij gewoon wel echt fabulous zit. Hij is zo lekker. Maar ook deze is echt voor de diehard winter natuurlijk. Dit is een houwer. Deze weet ik nu al. Ik hoop dat Bernie die leuk vindt. Want dit is echt... Op een gegeven moment was het gewoon leuk. En het hing overal en iedereen liep erin. En ik vond het leuk. En ik wilde het. Ik heb hem echt letterlijk... Ik denk echt letterlijk 0 keer aangehad. Het past gewoon niet bij me. Dit is niet wie ik ben. Dit is gewoon echt niet wie ik ben. Sowieso merk ik dat ik echt langere jassen tot over het bil niet echt mijn ding is. Die draag ik gewoon het minst. Ik weet niet. Het is het gewoon niet. Dus ik hoop echt dat iemand anders het wel leuk vindt. Want anders, nou ja. Er is wel iemand op de wereld die het leuk vindt. Deze heb ik mogen uitzoeken. Die is van Guts & Gusto. En ik dacht, ja, lekker. Knalgeel. Maar ik was ook even vergeten dat ik al een knalgele had. En dat is dus deze. En is echt letterlijk dezelfde kleur. En het probleem is dus, ik heb zoveel bont. En ik draag zoveel bont. Dat ik het dan lekker vind om een keer geen bont aan te doen. Dus deze blijft dan automatisch hangen. Ja, hij heeft wel echt een goede hoge rit. En hij heeft een capuchon. Dus in principe heeft hij alles om een perfecte winterjas te zijn. Ja, niet voor mij. Dus dat gaat iemand anders denk ik hopelijk wel dragen. Dat is gewoon een hele mooie jas. En ook een mooi merk. Dus ik hoop wel dat iemand daar nog plezier van gaat krijgen. De volgende... Van de Primark. Die was ik gewoon al een beetje vergeten. Die heb ik vorig jaar in de sale gekocht. Echt op het laatst van dit jaar. En dat is een beetje zo'n bomber jackie. Ja, die vind ik echt nog wel leuk. Oh, die was ik echt een beetje vergeten, joh. Dat is echt wel een lekker jassie. En die is ook gewoon, toch maar niet te warm. En gewoon wel warm. Ja, echt wel leuk. Je kan hem hier ook strak trekken als je wil. Zou ik niet zo snel doen, geloof ik. Maar het is ook echt wel een mooie kwaliteit. En ik hou hem nog steeds van Legaprint. Dus deze ga ik wel houden. Gaan we nog goed? Hoe staan we ervoor? Dit wordt... Oh, we gaan zeker goed. Dit wordt nummer 5 die ik ga houden. Terwijl, hoe ga ik er weg doen? 2, 4, 6, 8. Oké dan. De volgende. Is ook voor de Primark. En die heb ik eigenlijk gekocht toen ik naar Winterberg zou gaan. Omdat ik een lekkere, warme, echte winter... Ja, een beetje sneeuwjas zou ik maar zeggen. En deze heeft van binnen helemaal teddy. En hij heeft zo'n lekker bondje. Ik vond hem gewoon leuk. Deze was ook in de sale volgens mij hoor. Die was ook maar 10 euro of zo. En ja, dan laat je hem niet liggen. Ik vind hem wel leuk. Ik vind hem echt, het is echt wel een wintersport. Zeg maar niet... Echt sneeuwjas. Ik bedoel, dan moet je gewoon je skijas aan. Maar wel gewoon lekker zo. En ik ga uit eten en ik heb mijn Eskimo jas aan. Ik vind hem ook echt nog steeds wel leuk. Ik geloof dat ik deze wel wil houden. Als ik kijk naar wat er nog komt, denk ik, ja, ik heb ook niet zoiets wat erop lijkt. En ik heb deze echt wel aangehad vorig jaar. Zeker toen ik dat tripje wegging. En je weet niet, misschien is deze jas wel een reden om gewoon een tripje naar de sneeuw te boeken. Weet je. Je moet alles aanpakken. Volgende is van AliExpress. En het grootste nadeel van deze jas is dat er geen knopen op zitten. Al heb ik hem alsnog al aangehad. Maar dat is dan zeg maar meer rond deze tijd van het jaar. En de mouwen zijn ook echt wel kort. Dus je moet er wel iets onder. Het is meer van, ik zit in de auto en ik zie er charming uit, jas. De kwaliteit is wel mooi. Je zou er natuurlijk zelf knopen op kunnen zetten. Dan zit je alleen nog maar met het feit dat de mouwen te kort zijn. Maar ik vind het wel leuk. Ik word hier wel blij van. Ik hou natuurlijk echt gigantisch van luipaard en gewoon dierenprinten op het algemeen. Hij ziet er nog mooi uit. Ik ga hem toch hangen bij niet. Om te kijken of iemand anders hem leuker vindt. Want ik weet, uit ervaring heb ik hem denk ik 3 keer aangehad. Dus dat is niet zoveel. Maar misschien 5. Ik heb hem niet precies bijgehouden. Maar in ieder geval niet vaak genoeg. Nou, dan komen we bij de laatste 3. En die zijn eigenlijk allemaal heel easy. Want die heb ik dit jaar gekocht en die vind ik helemaal freaking fantastisch. Dus die gaan helemaal nergens heen. Dit is de lekkere teddyjas van
de Primark. Die was 20 euro. En I love it. Je kunt hem hier strakker maken als je wil. En die zit gewoon fantastisch. Kort model, dat wel. Maar hij is zo warm. En ik heb nog geen bondjas gekocht dit jaar. Daar mogen we ook wel trots op zijn. Deze is ook van de Primark. Ik heb deze echt tegelijk gekocht, hoofd. Zo erg was het al. Dus wij er ook bij. Ik koop er nu twee tegelijk. En dan de rest van de winter koop ik helemaal niks meer. Dus kijken of ik mezelf eraan houden. En dit is ja, zo'n lekkere fluffy. Deze is echt top. Deze draag ik tot nu toe het meest. Omdat hij heel goed is voor het tussenseizoen. Hij is niet heel, heel dik. Deze is nog echt wel een slag dikker. Maar hij is wel warm. En hij kan lekker tot de nek dicht. Dus het is gewoon een goede aankoop geweest. Deze was 25 euro. Deze hebben ze ook nog. Dus mocht je deze leuk vinden, kun je die altijd nog halen. Deze is ook van dit jaar. En die is van H&M. En die ziet eruit alsof die niet heel dik is. Maar dus echt een hele stugge, toch echt wel mooie, ferme stof. En die is ook heel warm. En dit is echt een jas die gewoon iedere outfit afmaakt. Die het gewoon echt, die maakt het gelijk ook even net iets volwassener. Gewoon als je uit eten gaat, dan doe je dit, zeg maar. Als je naar je opa en oma gaat, dan het is net even iets chiquer. Maar het is niet echt chic. Dat is niet het woord dat ik zoek. Nadeel, hij heeft maar één knoop. En ik vind hem, als ik hem dicht doe, ook gelijk minder leuk. Dit vind ik al minder staan. Dus, en je moet er echt een sjaal bij om. Maar als je dat gewoon doet, dan is er verder geen probleem. En hij heeft wel mooie diepe zakken. Dit is wel een lange jas die ik wel heel veel draag. Dus wat dat betreft, ja, hij is roze. En als het roze is bij Sophie, dan draagt ze het over het algemeen. Ja, behalve die andere, ik weet gewoon niet waar het mis is gegaan. Ik denk een combinatie van roze en bont of zo. Oké, deze nog eventjes aan de kant van houden. En hier de kant van niet houden. En hoe staan we er dan voor? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. I did it. En zonder dat ik moeilijk hoef na te denken. Wat goed. Ik vind het wel. Als ik hier naar kijk, heb ik er ook echt vrede mee. Dat ik denk, ja. Sommige zoals deze en deze zijn de enige waarvan ik denk, die zou ik misschien nog wel dragen. Maar wat hebben we aan misschien als een 9 jassen hebben waarvan ik denk, die ga ik sowieso dragen. Dus, en waarschijnlijk, ik ken mezelf, komt er echt nog wel eentje bij. Ik bedoel, hè? Laten we eerlijk zijn. Als de sale helemaal aankomt en jassen kosten maar 10 euro. Ja, ik ben echt tevreden. Ik ben benieuwd wat Birdie gaat uitzoeken. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat me even weten welke jij het leukst vond. En welke je echt niet weg zou doen. En welke je echt wel weg zou doen. En vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Dan zie ik je weer bij de volgende video.